Ja, mensen, welkom bij alweer de tweede aflevering van Osmium, de zwaarste podcast in het Nederlands. Gepresenteerd door het Metal Magazine van de Benelux, Zware Metalen. En aan elkaar geblaad door mij, mijn naam is Niels. En met mij is, zoals altijd, de James Hetfield van Zware Metalen, hoofdredacteur PIM. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom, de, waarom de, de James Hetfield gaan we daar nog wel even over horen? Want die, die is deze week, geloof ik, in een, uh, een rehab beland. <laughs> dus, maar goed, daar komen we daar nog even op terug. Allereerst, uh, welkom. Uh, bedankt voor het luisteren. We hebben een overweldigende reactie gehad op de eerste aflevering. We staan inmiddels op YouTube, op iTunes, op Spotify, op Stitcher, op Deezer. Op je, je Coolcast, je, je auto. We zijn overal te vinden. Dus um, subscribe. En alsjeblieft geef een, uh, geef een positieve recensie over onze podcast. Uh, en bezoek ons ook op de socials. Ga naar onze Facebookpagina en onze Instagram account. Um, uh, ja, tot tot op heden hebben we denk ik alleen maar positieve reacties gehad, Pim. Of uh, klopt dat? Ja, de zure mensen luisteren niet. Dus uh, dat is goed nieuws. Top, mooi. Um, vo voor we verder gaan, um, even wat we vandaag gaan behandelen. De, de Soul Crusher Special. We hebben, we hebben, gisteren zijn wij op uh, het, het festival in Nijmegen Soul Crusher geweest. Daar gaan wij vandaag een, uh, ja, een kleine recensie over doen. Uh, maar voordat dat uh, zover is, gaan we nog even terugkijken op de vorige aflevering. Uh, toen hebben we uh, een aantal dingen besproken, Pim, uh, waar jij misschien iets meer over kunt zeggen. Ja, klopt. We hebben het vorige aflevering gehad over die, uh, die discussie over... Uh, metal in de mainstream. En een ja, groot onderdeel van die discussie ging over Floor Jansen. Uh, en haar aanwezigheid in het tv-programma uh, Beste Zangers 2019. Uh, in de tussentijd is er een concert aangekondigd van Floor Jansen in 013. Wat de 013 verkoopt als een thuiswedstrijd. Omdat zij uit de regio schijnt te komen. En uh, dat is niet zomaar een concert. Want er stond natuurlijk al een concert van Nightwish uh, ingepland. In de Ziggo Dome binnenkort. Maar dit is een seated concert. Uh, waarvan het concept nog niet helemaal duidelijk is, maar het lijkt wel heel duidelijk ingespeeld te zijn op de kijkers van Beste Zangers 2019, aangezien het een seated concert is en de beschrijving van het evenement, ik zal even het persbericht voorlezen, zegt als volgt. Het was even schrikken voor de conservatieve metalfan, dat zijn wij dan, toen Floor aankondigde mee te doen aan Beste Zangers, maar Floor liet in het tv-programma haar veelzijdigheid nog maar eens zien popballets, opera, Nederlandstalig of zelfs Latin, Floor kan het allemaal. Eindelijk krijgt ze ook in Nederland de erkenning die ze verdient. Op donderdag 30 januari geeft ze voor het eerst een intieme soloshow in 013 met een greep uit haar oeuvre en nog veel meer. Uh, inmiddels is dat concert volgens mij in, in een dag of nou ja, uh, niet veel langer dan dat uitverkocht. En, uh, dus het is wel leuk om te zien dat dat ja, een artiest als Florianse Jansen nog een slaatje kan slaan uit het, de, de, de populariteit die ze haalt met dit programma. Dus ik denk dat, uh, dat ze misschien nog wel een aantal van die, show, van die nummers die ze heeft gedaan in het tv-programma... nog een keer op gaat voeren in 013. En uh, het is inderdaad leuk om te zien dat ze hiermee een breder publiek aanboort. En misschien helpt het voor de validiteit van de metalmuziek in Nederland. Ja. Nou, als tweede hadden we nog uh, wat te, terug te koppelen over de festivaldiscussie, wat er namelijk een beetje gefilosofeerd over de vraag of er te veel festivals zijn in Nederland, of dat een slecht ding is of niet, die versplintering, dat elk subgenre zijn eigen festivals heeft, en dat een aantal festivals na een aantal jaar toch niet meer lijken te kunnen bestaan, of dat een probleem was of niet. Uh, we zijn in de tussentijd gecontacteerd door verschillende boekers en promotors van zowel festivals als concertzalen. Dus verwacht interviews in de toekomst in Osmium. Uh, met mensen achter de schermen die hard werken om bepaalde versplinterde muziekfestivals. onder jullie aandacht te brengen. Dus uh, dat was de terugkoppeling van de vorige aflevering. Top. Right. Nou, uh, veel om naar uit te kijken, dus. Maar vandaag hebben we natuurlijk ook een onderwerp en dat is Soul Crusher. Um, wij zijn gisteren naar Nijmegen gegaan met z'n tweeën, of althans niet samen. Ik heb je handje niet vastgehouden. Maar we wij, wij zijn daar uh, naar Doornroosje gegaan. En misschien moeten we even kort uitleggen wat het festival eigenlijk is. Uh, de, de, het, is het festival is een indoor festival, het vindt plaats in Doornroosje. Doornroosje heeft uh, twee podia. Een paarse en een rode stage. Uh, eentje is wat groter dan de andere. En de, door de hele dag zijn daar bands uh, om en om gepland. Dus uh, er is eigenlijk geen overlap qua optredens. Het festival is volgens mij begonnen in 2016, als ik me niet vergis. Uh, ik ben naar de eerste, afle of de eerste editie ben ik geweest. En sindsdien heb ik ze volgens mij allemaal bijgewoond. In het begin het, was het meer een beetje een soort van ja, hardcore-achtig festival. Ik kan me herinneren dat En AD als eerste headliner heeft gespeeld. Dus op zich wel. Ja. ja, maar ik denk dat je ook terug kan denken aan dat ze oorspronkelijk Niels hadden geboekt. Oh ja. Um, en ook uh, Oathbreaker, Blind to Faith. Dat is toch al wat, wat meer materiaal uit de hoek, inderdaad. Ja, precies, inderdaad. Niels, die overigens moest afzeggen. Om, om onverklaarbare redenen. Maar goed. Um, ja, dat, dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, door de jaren heen is het ook wat groter geworden. Inmiddels, uh, inmiddels ja, volgens mij, is het uh, ook, ook wat langer geworden. Dus ze hebben de, de, meer bands geprogrammeerd. En um, nou ja, ik vind het een heel tof festival. Dus ze hebben altijd interessante bands. Uh, in, in, lokaal, maar ook wat, zeg maar in, een, in een beetje een niche band. Uh, niche bands die, die, uh, die je niet overal ziet. Maar toch heel interessant zijn qua samenstelling. Als je, als je, zeker als je kijkt naar de line-up. Ik denk dat er heel veel ja, interessante juweeltjes uit bepaalde subgenres spelen. Uh, en dat, dat was deze keer eigenlijk ook weer het geval. Zullen we maar even door de, door, de, door de bands die hebben gespeeld heen lopen samen? Nou, ik denk dat we, voordat we dat doen, kunnen we nog heel veel stilstaan bij de locatie, inderdaad. En, en het type bands die op wat festivals speelt. Ja. Ik denk dat ik. Uh, je, 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 ik denk dat je het festival het makkelijk zou kunnen verkopen als je zou zeggen dat het een soort van winterse eendags roadburn is. Ja. Uh, het is duidelijk dat roadburn een bepaalde scene heeft grootgemaakt en ook een best wel um, veelzijdig geluid. ja. is dus niet alleen maar een bepaald subgenre meer, maar eigenlijk heel veel verschillende subgenres een, een boost heeft gegeven aan populariteit. en je merkt dat daardoor ook buiten april de ruimte is in het tourlandschap van Nederland of Europa in bredere zin voor dit soort festivals. Want dit was volgens mij grotendeels, zie je dezezelfde line-up ook in Portugal binnenkort op Amplifest geloof ik. Ik weet niet precies uh, of ik de naam goed onthoud. Maar je ziet dus dat ja, met de opkomst van een festival als Desertfest um, in, in, in het kielzog van Roadburn Dat deze scene gewoon groter is en daardoor is er voor de liefhebber van dit genre meer te beleven ook in het najaar. En uh, ja, daarom. ...kijk ik toch elk jaar ook alweer uit naar Soulcatcher. Ja, zeker. Dus uh, laten we inderdaad even hebben over die, die bands die we gisteren gezien hebben. Ik denk dat het leuk is als we even één voor één gewoon even bespreken... ...elke band de aandacht geven alsof het een festivalverslag was uh, op Zware Metalen. Ja. En uh, wat, uh, wat onze indrukken waren daar. Ja. Dus nou Niels, uh, volgens mij was jij er eerder dan ik. <laughs> ja, nog even teruggrijpend naar de opening, de James Hetfield hè, van Zware Metalen. Jij was ietsje later dan ik. Je had volgens mij een wild avondje gehad daarvoor, dus... Uh... Jij kwam uh, bij de uh, derde of vierde band of zo binnen. Ik was er vanaf het begin. Het eerste wat ik heb gezien was Leech Feast. Nou, uh, een band van eigen bodem, een Nijmeegse band. Uh, ontzettend, ja, gewoon doom. Doom in, in pure doom is het eigenlijk. Uh, ook meteen wel weer even duidelijk waarom het festival Crusher heet. Dat maakte zij in ieder geval wel even duidelijk, want... Het is lomp en log en ja, het, 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 heeft, uh, ja, het heeft misschien voor dat tijdstip van de dag... ...was het misschien een, een klein beetje te stevig... ...want ik had nog niet eens mijn tweede bak koffie van de dag op. En je krijgt me daar een pot zware doomriffs over je heen gestort. Uh, ja, het is, het, is, uh, het is een vette band, denk ik. Ze hebben ook wat interessante dingen, zoals ze, ze gebruiken wat elektronica. Uh, hier en daar uh, hebben ze wat clean zang. Uh, ze gebruiken wat looppedaaltjes om wat eigenaardige ja, lacheffectjes op te nemen, uh, met, met vocalen dus. Tja, uh, ik, ik vond het, ik vond het een, uh, een, een opener die misschien iets te heavy was voor mij. Uh, het, is, het, is een, uh, het is wel een interessante band om eens, eens te luisteren, dus doe dat zeker. Maar voor mij was het iets wat ik misschien li liever iets later op de dag had gehoord. Ja, ik was <laughs> nog niet eens wakker ja, op was dat moment. Niet <laughs> op dit moment lag je nog te tukken. Ik, ik dacht yes. al, waar is, Pim, waar is Pim? Maar goed, maakt niet uit. Knockout. Knockout in zijn eigen bedje. Goed, ik, ik, ondertussen ben ik eventjes uh, uh, een biertje wezen halen. Want ja, hè, twee koffie op en dan, uh, dan, mag het, dan mag je aan het bier. En mijn eerste pilsje dronk ik tijdens uh, 30.000 Monkeys. Uh, 30.000 Monkeys is, een, is een, een typische Belgische band. Het is een band die heel lastig te, te categoriseren is. Het is een, ze, ze noemen het op hun eigen Facebookpagina dat ze noise rock maken. Maar daar vind ik het eigenlijk een beetje mee te kort doen. Het is uh, genrehoppend. Dan hebben ze weer wat synthesizer geneuzel. Dan hebben ze weer wat vreemde effectpedalen, frikandellerij. Dan weer loodzware doomriffs. Maar die worden dan wel allemaal weer gespeeld met een ja, heel ander drumbeat eronder... dan dat je eigenlijk zou verwachten. En, en dan is er ineens weer een stuk waar die drummer gewoon een minuut lang alleen maar op zijn clash staat te, he staat te hengsten. Waar niks anders gebeurt. Je, je weet niet waar het heen gaat. En uh, dat is zo interessant. Dus ik vond het een hele toffe band die je zeker eens zeker moet checken. Ze hebben ook net een nieuw album uit. Ik geloof vorige week of zo, of, of twee weken geleden, is het album uitgekomen. Uh, ik geloof dat het R Forever heet. Nou, zeker een band om in de gaten te houden. En de eerste keer dat ik dacht. Hm, Vet, leuk, interessant. Dit is waarom ik naar Soulcrusher kom. Dit is een interessante band. Klinkt als. Pff, klinkt als een hutspot van allerlei verschillende dingen. Uh, ik kan niet echt. Ik, ik vind het lastig om er één band aan te koppelen eigenlijk. Ik, vind, uh, ik, vind, ik luister hetzelfde zou ik zeggen. Ik, ik ben heel benieuwd ja. waar jullie mee komen. Ik heb, wel, ik heb nog gepraat met andere mensen inderdaad ook op het festival. Die zeiden allemaal dat ze positief verrast waren door 30.000 monkeys. Dat dat een beetje ontde hun ontdekking was. Ja van het festival. Ja, klopt. Ik ook. Ik was echt uh, positief verrast door deze band. Ik had, ik, had een, ik had nog nooit een nummer van ze gehoord, maar ik, ik, vond het, ik vond het live heel interessant. En ja, de band ziet er ook heel apart uit. Ze, ze, ze hebben wel metal, ze zijn wel metal op een bepaalde manier, maar tegelijkertijd, ze zien er totaal niet metal uit. Ze stonden daar ook niet in zwarte shirtjes en, en dat soort dingen. Dus ja, uh, aparte, uh, aparte band. Eigenzinnige band. Uh, daarna ben ik naar Telepathie gegaan. Uh, en, en nou, dan heb ik aan jou een vraag eigenlijk. Als, je, als ik zeg instrumentale metal, aan welk subgenre denk jij dan als eerst? Post-metal. Ja, toch? Dat is het eerste wat je denkt. <laughs> ik hoef er geen seconde over na. te ja, denken. Juist, nou, dit, precies. Dus, en als ik dan denk aan instrumentale post-metal, dan heb je toch al vrij snel een bepaald beeld van hoe dat moet klinken. Het is vaak een beetje zweverig, laag op laag, weet je wel, geduldige muziek. Ja. En telepathy is dat allemaal niet. Telepathy is een, uh, heeft wel dingen van traditionele post in zich, maar het, heeft, het, heeft meer, het is meer dan dat. Het is net iets anders. Het heeft, heeft hoeks, het heeft spanning, het heeft bijvoorbeeld stukken met blastbeats en echt lompe, lompe riffs. Dus het heeft echt wel haar op de tanden. Het, het, is, het is niet showy, dus het is niet zoiets als een so watch from afar, die snel tappen en dat soort dingen allemaal. Maar het is ook niet simplistisch te noemen. Uh, het, is, het is zeker, ja, ik weet het niet. Het is catchy. Het, 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 het leeft. Het is, het, het is een band sowieso die vaker op het podium heeft gestaan. Dat, dat zie je wel. Ze, ze bestaan al even. En uh, dat, dat kon je ook echt zien aan de levendigheid die van het podium afspat. Ze zijn volop in beweging en ja, het, het, het knalde echt de zaal in. Dus ik was, ik was ook door telepathie was ik best wel aangenaam verrast. Ik heb een een, een album van hun. Hun vorige album heb ik best wel wat geluisterd. En toen ben ik die band eigenlijk een beetje uit het oog verloren. En toen ik zag dat ze op, op Soulcrusher speelden, was ik best wel aangedaan. verrast. ik van, nou ah, vet, weet je wel. Ik heb ze nog nooit gezien. Ik ben wel benieuwd wat ze in de recente jaren hebben gedaan. Ja, ik ga zeker, zeker hun recente album nog eens een keer checken. Want het is echt een hele, hele vette live band. En uh, ja, ook de muziek is gewoon tof. Dus een, een ander soort, uh, ja, soort post-metal band dan je gewend bent. Ik heb een beetje een... Niet een haat-liefde verhouding met deze band, maar er is, er is iets in de constellatie van het, heel, van het universum dat ervoor zorgt dat ik deze band nooit zie. Uh, Zware Metalen was in 2016 een keer tourpartner van, uh, van een Europa-tour van hen, ja. en toen zag je inderdaad ook al dat ze als jonge honden echt heel erg gemotiveerd zijn, dus dan spelen ze in van die hele kleine zaaltjes zoals Okkie in Amsterdam, heel weinig promotie erachteraan en zo. Um, en daardoor kon zware metalen een beetje helpen met de promo daarvan. Maar toen kon ik niet naar die show, omdat er uh, of treinwerkzaamheden waren, waardoor het niet lukte om naar Amsterdam te gaan die dag. Mm -hmm. Toen zouden ze vorig jaar een keer in de support staan, ook in Doornroosje... in dezelfde zaal. Van, in de support van de Ocean. En toen moesten ze ook afzeggen. Dus, en nu stonden ze weer in Doornroosje... Als soul Crusher En uh, ging mijn wekker wat laat. <laughs> dus ik heb ze tot nu toe drie keer... ging ik ze zien en is het drie keer mislukt. Ja. En uh, ik, ja, ik zou die band graag zien. Maar heb ik gewoon niet. Het was jouw biologische wekker die wat later ging. Voor, toch of niet? Ja, ja. ja inderdaad. Ik had, ik had geen wekker staan. Yes, en dat juist. was misschien wel de grootste fout van de dag. Precies. Dus, uh, nou ja, dus in, toen jij ongeveer stond bij 30.000 monkeys... en mij een berichtje stuurde dat het toch wel erg gaaf was... Uh, werd ik wakker. Ja. En toen moest ik in één keer uit bed springen... snel even douchen... snel even een boterham met pindakaas wegwerken... op de fiets... Yes. vanuit Utrecht de trein pakken. In de trein nog even snel een kaartje gekocht... via ticketswap. Um, <laughs> omdat, <laughs> omdat er gelukkig <laughs> nog iemand was... die uiteindelijk niet kon... terwijl ik uiteindelijk wel kon. En de eerste band die ik zag was... De... De... De, de ja, Simpson Band. De. Ja, de. ja. <laughs> Dat was in de, in de kleine zaal daar. Ik had daar niet heel veel voorstellingen van... omdat jij het nieuwste album... Uh, ...had getipt in, uh, in persoon via een chat van mij en zei... ...ja, het is, het is een beetje fuzzy en ja, het is wel leuk, maar niet, niks vernieuwends. Dus ik ging er niet met hele hoge verwachtingen die show in... ...maar ik moet zeggen dat het live toch wel echt goed uit de verf kwam. Het kan zijn het feit dat ik een beetje FOMO had, een beetje Fear of Missing Out. Het feit dat ik 30.000 Monkeys in Telepathy had gemist... ...en daar positieve verhalen over had gehoord... ...maakte mij misschien wat vatbaarder voor het idee... ...dat wat ik nu aan het zien was daadwerkelijk geweldig was... Maar de, het Finse de, speelde wel echt leuk. Gewoon fuzzy, een beetje doom, maar wel met een, een ruige strot erop. En uh, ze speelden die nieuwste plaat integraal. En het is een beetje jamrock ergens. Het was niet jammend. Het werd, er werd niet gejamd. Maar het, het, je kan een beetje wegspacen. Dus ik kom met mijn halve kater. En het gebrek aan concentratievermogen, wat daar meestal mee gepaard gaat. Gewoon even lekker mijn ogen dicht doen. En nog een beetje zweven. In die katerige misselijkheid. Waarbij je een beetje het gevoel hebt dat de wereld om je heen draait. Nou, dat ja. blijkt dus dat Deu met een kater toch zeker wel een goede soundtrack is. Kater metal. Dus, ja, ja, kater. Kater Doom. daar wil ik het bij houden. <laughs> okay. Toen, uh, toen gingen we naar de, de hoofdzaal. Niels, wat zag je daar? Ja, Pelican. Wederom een instrumentale post-metal band. Um, blijkbaar Zou je het de... post-metal noemen? Want ik vind namelijk, ik, ik denk ja. dat hier is, is er wel een interessant stukje discussie mogelijk. Uh, wat, wat duidelijk is, sorry dat ik hier je, nee, ik... je stukje kaap... is dat Soul Crusher is duidelijk dat de mensen die de bands boeken, Heel goed weten wat wel en niet zal werken op het festival. En ja. dat ze ook heel veel kennis hebben van alle verschillende subgenres van de muziek. En een hele wijdse, uiteenlopende line-up kunnen samenstellen die toch gelt. Je hebt niet, als je daar rondloopt, het gevoel dat dit type bands, mens komt voor die band. En ander type mens komt voor die andere band. Bijvoorbeeld als je op Pitfest staat, dan is het duidelijk: er zijn mensen die echt voor dat punkpodium komen en mensen die echt voor het metalpodium komen. Ja. Hier staat heel veel diversiteit en iedereen komt voor alles. Het spreekt metalfans aan of muziekfans aan... die naar alles openstaan voor alle vormen van um, de wat ontoegankelijkere muziek. Ja. En ik had zelf verwacht, van wat ik ken van Pelican... een beetje iets meer een postrock bent, dat het misschien wat te soft was, te dromerig, te inconsequentieel. Maar ik vond... Dat ze echt hard te opklappen. Ik vond ja. het echt een harde band. Ja, ja. Dus Als jij zegt dat het was post-metal, ja, ik... ik vond het live post-metal, maar op plaat niet per se. Ja, inderdaad. Je hebt mijn hele stukje gekaapt. Maakt niet uit, maar. <laughs> uh, klopt, inderdaad. Het is, een, het, is een, het is eigenlijk wel een beetje een post-metal band, maar ze speelden. Ze leunden vooral op een meer up-tempo werk. En dat betekent snellere, snellere nummers, wat meer chugga-chugga-riffs, weet je wel. Het, het klopt er best hard op. Het had wel, wel, wel behoorlijk wat agressie erin. Alleen, ik, ik vind dit een band die ik, die ik graag luister. Alleen, ik denk altijd, deze band schrijft nummers. Het is een instrumentale band. Hebben, dus, er, is nergens, er zijn nergens vocalen, maar ze schrijven nummers alsof ze vocalen hebben, heb ik het idee. Ze hebben vaak stukken waar ze dan beetje leunen op van die, ja, wat ik net al zeg, van die chukka chukka riffs, laaggestemde riffs, weet je wel, zo, ten, 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 ten. Heel veel 0101 op de gitaar, zeg maar. En die, die herhalen ze dan, ja, naar mijn inziens, net iets te vaak. En normaal gesproken heb je daar een vocale uh, track over liggen, die het, die het wat opbreekt, die, die wat die dynamiek verzorgt, die wat, wat afwisseling uh, verzorgt. En dat was, ja, dat heb je niet. Dus. Uh, die, die stukken dat, dat ze wat, wat meer daarop leunen, die vind ik dan wat minder. Maar tegelijkertijd zit er ook wel een bepaalde. Uh, ze weten wel pakkend te zijn in hun melodieën. Ze, zijn wel, ze klappen er wel redelijk hard op. Ze zijn uptempo. En ze blijven niet te lang hangen in dat soort stukken. Dus het is dus voor mij een beetje zo van. Ik denk dat als, ze, als deze band een zanger zou hebben, dat, ze het toch, dat het toch nog iets interessanter zou zijn. Ze, zullen, ze kunnen een soort van long distance calling doen. Die, dat was ook een soort van... Oh ja, dat klopt. Die hebben één album... Met <laughs> een zanger. Ja, juist, ja. Maar daar zijn ze Waren de mij fans op, niet heel erg blij mee, geloof ik. Nee, dat maar. klopt, ja. <laughs> ja, maar weet je, zo'n zo 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 long distance calling... is dan weer veel meer een uitgesponnen, trage band... als je, als je, als je dat ja, luistert, zeker. weet je wel. Dat dat is het is laag op laag ja. op laag. En ja. Pelican, nou, in ieder geval de set van vandaag, had dat niet. Het was meer, het was meer wat, wat, wat steviger en wat sneller allemaal. Ja, ja. Desalniettemin vond ik het echt een vet optreden. Wat, wat, wat jij ook al zei, ze klapten er best hard op. Vrijwel hun hele set was up tempo. En ik denk dat ze dat ook weten op een festival als dit: dat ze niet hun wat tragere, meer uitgesponnen nummers moeten gaan spelen. Dus al met al was ik best wel, ben ik wel positief over het optreden. Ik ben wel benieuwd eigenlijk of ze hun setlist hebben aangepast aan het festival. Ja. Ik heb niet uh, gecheckt op setlist.fm uh, wat in. Recente setlist zijn en wat er gisteren gespeeld werd aan materiaal. Mm -hmm. Ja, meestal doen pens wel een soort van festival set. Ze hebben wel een, een, een full, full, uh, ja, zeg maar full, full show set waarin ze hun fans die echt voor hun komen, echt de nummers spelen. En dan hebben ze vaak een festival set die wat ingekort is en wat minder rustige momenten ja. bevat. Ja, misschien hebben ze daar. Ja. Ik, vo, ik voel ik voelde me er wat slecht over. Want jij zegt, ja, dat pel ik en dat, dat luistert prima weg. Maar ik heb er uiteindelijk toch voor gezorgd dat wij samen wat eerder weggingen, zodat we Cranio konden zien. Ja. Ik denk dat het ook nog wel leuk is om heel veel stil te staan bij het tijdschema. Jij zei tijdens de introductie van het festival dat Soul Crusher je de mogelijkheid geeft om. Elke seconde van de dag een band te zien. Er is altijd iets dat speelt en ja. er is toch niet zo heel veel overlap. Ja. Dankzij die twee podia kan je een beetje van het een naar het ander heen lopen. Wat ze in voorgaande jaren deden was ook echt dat op het moment dat de ene band stopte met spelen, begon in de andere zaal de volgende band. Ja. Dat zorgde nogal voor een file van het ene podium naar het andere Klos. podium. Wat ze dit jaar hebben gedaan, en dat vond ik heel slim, ja. is dat de, de band. De opvolgende band begint vijf minuten voordat de band daarvoor klaar is met spelen. Ja. En dat zorgt ervoor dat er een beetje een soort van selectie is... met de mensen die echt graag naar het volgende optreden willen... en daar een goed plekje in de kleine zaal ja. willen hebben. Die gaan alvast wat eerder weg. Die kunnen een mooi plekje, die kunnen vooraan aanschuiven. Ja. En als de andere band dan klaar is, die eerdere band, dan gaat de rest mee. En dan zie je dat het al redelijk goed naar voren aangeschoven is. In het in voorheen, bijvoorbeeld... Vo uh, vorig jaar had je een aantal bands dat het achterin de zaal helemaal vol stond en voorin nog best ruim was. Ja. Omdat mensen, iedereen komt tegelijkertijd binnen en dan gaan ze maar, dan staan ze meteen stil en niemand durft er naar langs te lopen. Want je loopt in een file en je hebt zoiets van, oh, dit, klaarblijkelijk is er vooraan geen ruimte meer. Ja. Ook al is die ruimte er toch. Want dat was het was tijdschema technisch heel slim om gewoon een band vijf minuten eerder te laten beginnen. Dus dat je mag kiezen als liefhebber waar je heen gaat. Zodat je kan kiezen voor een goed plekje en uiteindelijk de zaal beter benut wordt. Ik... Ik ben daar fan van, ja, ik hoop dat zeker. andere festivals dat ook doen. Je, je, hebt toch, je moet toch kiezen, want als je een, een andere band laat beginnen op exact hetzelfde tijdstip als dat de vorige is afgelopen, sta je in de file en dan, dan mis je dus een stuk van het optreden. Dan, sta ik liever, dan, dan maak ik liever de keuze, oké, okay, ik ga iets eerder weg bij mijn vorige band, zodat ik gewoon kan aanschuiven bij de volgende, dan dat ik buiten sta te wachten totdat ik naar binnen kan. Snap je? Dus, ja, precies. Zeker, zeker. Goed ja. idee. En uh, ik, ik ben er ook fan van. Dus ik zei, nou, kom, we gaan naar Cranial. Want uh, ik tipte dat toch wel als een nou, ja, goede post-hardcore band. Uiteindelijk heb ik het gevoel dat ik je een beetje ja. euh, teleur heb gesteld met die aanbeveling. Ja. Ik, toen ik dat zat te luisteren op Spotify, vond ik het echt een gave band. Met een post-hardcore intentie. Ja. Maar eigenlijk, ik zou zeggen dat het, zoals het optreden wat wij gisteren hebben gezien, dat het wat aaiende post-hardcore was. Het was veel te lieflijk Je zag aan de bandleden dat ze wisten... Wat goede referenties zijn. Mm -hmm. Een van de gasten had een shirt zoals jij al zei, van Planet of the Apes. Goede film. Um, was het 30.000 andere... Monkeys' Band shirt was dat. <laughs> Limited edition, <laughs> bootleg shirt. Ja. En een andere gast had een t-shirt aan van de Dillinger Escape Plan. Yes. En het was duidelijk dat ze daar inspiratie uit hadden. Maar ik had ergens toch het gevoel dat ze niet begrepen waarom een band als de Dillinger Escape plan nou zo goed en effectief is. Dus ze deden de Dillinger Escape Plan-achtige gitaarpartijen op bepaalde delen... met van die overstuurde... Tiet 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 tiet. maar dat kwam totaal niet krachtig over. Het ja. was een vieze, vuile strot op plaat... en dat hoorde je live als een soort van... ja, een harde gaap. Ja. En het was gewoon niet agressief genoeg. Het knalde niet, het vloeide niet. Ja. Het hielp ook niet dat het geluid niet helemaal geweldig stond. Ik had het gevoel dat af en toe de basdrum een beetje wegviel... en dan de hi-hat stond weer verkeerd ingesteld... En ook sommige overschakelingen waren niet geweldig. Dus ik had ook het gevoel dat het optreden zelf niet al te strak gespeeld werd. Maar wat voor mij het meeste het probleem was, was het feit dat de intensiteit er gewoon niet lag. Op plaat denk je: dit is een overdonderende band. En live staat die bassist er een beetje onwennig de zaal in te staren met een soort van t-shirt uh, met roosjes erop. En het, <laughs> ik denk dat precies ook wel laat zien wat misschien. De, ...het probleem was bij dit optreden. Het had gewoon vies, vuil, rammend, uncompromising... ...zoals The Secret later op de dag dat wel kon brengen. Gewoon hard, onvergevend. En uh, ja, Cranial miste dat gewoon. Dus ik uh, eye in the post-hardcore. En dat viel dus gewoon uh, ja, een beetje in het water voor mij. Dus uh, toen ja. ben jij ook eerder weggegaan om wat te gaan eten. Ja, zeker. Ik, ben, ik heb een veel te zoute pasta-pesto-salade van de Appie To Go op... Want het stond zo'n lang. Oh ja, die drijft in de olie. Zo. Als je aan de onderkant kijkt, dat is alsof je in de oliesoep Wat Gadverdammes, echt. Ga dat is ook okay. één keer en nooit meer. Ik heb, maar zit ik daar, weet je, buiten het, uh, Nijmegen Centraal met mijn spork. Mijn yeah. vork en lepel in één met mijn spork. Pff, nee, echt. Bro. Maar ja, goed. Je moet iets als er een dikke rij staat bij de Smullers. Ondertussen was jij natuurlijk naar uh, de volgende band. Oh ja, klopt. Ik was naar Mismorgen gegaan ja. daarna. Dat was ik al even vergeten. Ja. Ik had daar redelijk lage verwachtingen van, omdat die show op Roper. Ik weet niet of het dit jaar was of het jaar daarvoor. Dat dat, dat vorige Album in jo Jood ja. um, integraal gespeeld werd in de koepel. Cool ja, ik weet niet zo goed meer. Maar anyway, die show was er. En ik was er niet, want ik stond volgens mij bij Gold in de patronaat. Dus ik denk dat het dit jaar was. Ja. Maar ik hoorde daar wat mensen wat, ja, wat gematigd enthousiast over die show, dat het wat saaiig was. Dus ik had mezelf niet helemaal ingesteld op een sprankelende show. Maar ik heb wel dat nieuwste album van Mismore... die is volgens mij twee weken geleden of zo uitgebracht. Ja. Geluisterd. Hele gave albumhoes, overigens. Ja. En ik vond dat wel een gave plaat. Dus ik dacht, ik ga er gewoon heen. En ze kregen een uur om te spelen. En dat vond ik ook heel netjes van de organisatie. Het was toch wel echt in de middag, van zes tot zeven of zo. Maar ze kregen een vol uur. En ik vond het echt een hele indrukwekkende show. Het is een beetje doom... Maar haast funeral doen. Dus het heeft die, die zwaarigheid van Belwitch. Ja. Yes. want er zijn twee gitaren. Dat getokkel wat ze dan doen is, is ja, een beetje zweverig. En dan komt er in één keer zo'n. Dan komt er zo'n doom. Komt er in één keer er doorheen geknald. Nou, dat, het, het klapt er in één keer super hard op. Ja. Met zo'n vouwachtige, vieze, smerige. I hate God, strot. Haast een beetje black. Loei en Louis waren, maar ook vooral in sfeer door die funeral-invloeden. Gewoon ook ongezellig of ongemakkelijk. Gewoon een beetje, ja, je krijgt er een beetje een naar gevoel van in je buik. En dat pakken ze ontzettend goed. Dus het was voor mij heel erg overtuigend hoe ze dat brachten. En je moet er wel dus voor openstaan. Het is niet heel makkelijk om naar te luisteren. Uh, maar die desolaat meanderende rookwalmen die om de bandleden heen zweefde dat, wa dat was ook echt een hele goede setting dus de manier waarop ja. de muziek heel klein kan zijn je ziet die rookwampjes een beetje langzaam voortschrijden waarbij je misschien zelf filosofisch bij jezelf gaat nadenken van goh zo gaat mijn leven ook meanderend voortschrijdend in, een, in het luchtledige ja. dat je dat soort emoties en gedachten krijgt en dan toch dan klat het er super hard op en ook als je de lyrics ernaast spakt ik heb laatst een interview gelezen van die, de, de zanger uh, di dienstband het is. Dus volgens mij is het een solo-band... met een paar gasten eromheen. Ja. Die deed een interview met Emma Ruth Rundle. Uh, aankomende... Uh, hoe noem je dat? Bij op Burn. Wat doet zij ook alweer? Artist in Residence. Ja. Waar ze aan het praten. En hij had het erover... dat hij een aantal boeken van Albert Camus had gelezen. Dat is uh, een algerijnse franse schrijver. En daar had ik toevallig eerder dit jaar... ook een aantal boeken van gelezen. En dat gaat over het absurdisme. Hoe bizar het eigenlijk is... als je nadenkt over de, het leven... We nemen alles super serieus, omdat het directe leven om ons heen heel veel duidelijke kaders stelt. Er zijn heel veel duidelijke regels van wat wel en niet mag, en sociale regels. En je weet duidelijk wat je wel en niet kan doen en bereiken in je leven. Maar als je nog een stap groter naar achter zet en je denkt na over het feit dat wij een zwevende bol zijn, ergens in een gigantisch groot universum die we totaal niet begrijpen. en waarin we eigenlijk heel erg alleen lijken te zijn, dan is het toch gewoon volstrekt absurd. Dat wij op een zaterdagmiddag, op een regenachtige dag in oktober in Nijmegen. naar het 15 verschillende doom metal bands aan het kijken zijn. Ja. Die eh, vervreemdende gedachten worden geïnspireerd door de muziek van Mismore. Dus ik denk dat die zanger, of die band, de, de bandleider. heeft heel goed door hoe hij dat absurdistische gevoel van Albert Camus uit zijn boeken kan vertalen. naar funeral-achtige doom, die toch ook agressief en blekkerig uit de hoek kan komen. Dus ik ja. vond het heel sterk. Oké, okay. ja, ik heb het een stukje gezien toen ik terug was van mijn uh, smerige eetsessie. Uh, en wat me opviel... Wat was smeriger? <laughs> de, 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 de I hate God strop. <laughs> <laughs> of de pasta salade. Oh, nou, zo, okay, de pasta salade, <laughs> daar, daar kan geen doen ben tegenop. Um... Brandend maagzuur, alles. Ja, echt, echt vies. Maar uh, anyway, wat me opviel is dat ze hebben inderdaad heel veel van die rustige stukjes, van die kleine stukjes, waarin ze. Waarin ze eigenlijk alleen maar tokkelen op de gitaar. En wat me opviel is dat daar zitten melodielijnen in. die op een, een of andere manier een beetje kerkelijk aanvoelen. maar tegelijkertijd super catchy zijn. Ik had al meteen na twee keer spelen. dacht ik bij mezelf: ja, ja dit, 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 dit vat meteen, dit pakt je meteen vast. Ja. En dan daarna er inderdaad keihard opklappen. met zo'n uh, ja, zo golf aan gitaar. super vet. Dus uh, ja, ik was ook voor wat ik ervan heb gezien aangenaam verrast. Ik ging wel weer snel weg. Uh, wie ik? Ja. Ja, want ik moest uh, vooraan staan, natuurlijk, want Lingua Ignota begon in de kleine zaal. Uh, voor de mensen die Lingua Ignota niet kennen: het is een. Uh, ja, hoe moet je erom schrijven? Het is een Singer-songwriter, maar niet op de traditionele manier. Ze maakt. Ze is een klassiek getrainde artiest. Dus ze kan piano spelen en ze kan nou ja, van operazang tot aan keiharde screams uit als trot krijgen. En ze maakt muziek die geïnspireerd is op haar eigen leven. Het is heel autobiografisch. Uh, ze heeft niet het makkelijkste leven gehad, heb ik, heb ik de indruk. <laughs> als je haar teksten leest, dan uh, zijn ze vooral gevuld met haat en nijd en uh, gedachten van wraak. Ze is volgens mij door dat uh, liefdesleven is vooral, uh, nou, bestaat vooral uit mensen die haar niet zo heel netjes behandeld hebben. En uh, haar muziek is daar eigenlijk een soort van een verlenging van al die gevoelens. Het is denk ik een rauwe stroom van emoties die eruit komt. En dat, 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 ja, hoe zich dat dan uiteindelijk vormt is: het is muziek die. Heel minimalistisch is aan de ene kant. S sommige stukken zijn echt alleen stem. En aan de andere kant heb je af en toe van die knakenharde distortion en samples en echt afgrijzelijke noise. Die je over je heen gespoeld krijgt. En dat alles doet ze met een, een bepaalde intensiteit die, ja, die je zelden tot nooit ziet in, in iets meer traditioneel, in traditionele muziek. Um, dit, dit optreden was in de kleine zaal. Uh, en ik ben daar oprecht vroeg heen gegaan, want ik wilde dit graag zien. Ik heb dit dit jaar op Roadburn gezien en ik was daar ook redelijk op tijd in de, in de Green Room. Maar ik kon eigenlijk helemaal niks zien omdat ze, ze haar, haar stage setup is niet traditioneel. Ze, ze, uh, ze zet een, een klein podiumje neer, een klein verhogingje voor het podium. En dan gaat ze opstaan met haar keyboard, laptop en uh, een aantal ja, TL-buizen of van die lampen aan een draad. Verder gaat alle zaalverlichting gaat uit, dus het is pikdonker. En op het podium achter haar had ze een soort van wit doek gespannen tussen twee palen, met daarachter één hele grote spotlight. Uh, waar ze af en toe klom ze dan naar boven en dan ging ze achter dat doek staan. En dat doek dat scheen dan wel een klein beetje door. En achter haar stond die lamp, dus je had eigenlijk een soort van schaduwspel op dat doek. Maar je kon tegelijkertijd kon je haar zien door dat doek heen, omdat het doek een klein beetje doorscheen. En wat je dan krijgt is dat zij bewoog zich naar voren en naar achter... en daardoor kreeg je een soort van beweging van schaduw op dat doek. En, uh, maar haar lichaam bewoog zich eigenlijk... Het lijkt net alsof je twee mensen ziet, want uh, als zij zich naar achter beweegt, wordt de schaduw groter... En als zij zich naar voren beweegt, dan wordt de schaduw kleiner. Maar je ziet haar bewegen. Dus de schaduw wordt groter en kleiner. En je ziet natuurlijk het contouren van haar. Maar tegelijkertijd zie je haar bewegen en haar zingen. En omdat ze natuurlijk met omdat ze alleen van achteren belicht is, zie je de bewegingen die zij maakt, zie je alleen van voren. Dus je hebt een soort van rare, ja, heel simpele en doeltreffende manier om een soort van dualiteit te. te te creëren tijdens dat optreden. heel een heel ja ik weet niet. het is een beetje een raar ongemakkelijke uh, uh, manier van optreden. maar ja dat werkte wel. maar dat dat was eigenlijk ook meteen een beetje ja waar waar dat optreden heel erg om draaide. het was bijna een soort van performance art. je kunt het bijna niet niet meer zien als een traditioneel ja ja een, een concert. het is meer net zoals moderne dans, weet je wel. het is bijna abstract en, en niet, niet concreet. En ja, dat, dat is toch wel iets wat ik vind het lastig te beoordelen. We, we hebben het hier gisteren ook al even kort over, over gehad, maar ik vraag me toch af: van... kijk, er zijn gevoelens die erbij komen kijken, er zijn dingen die dat op opwekt bij je. En ik kan eerlijk zeggen, dit is voor mij het meest interessante optreden van de dag. Ik denk misschien ook wel het meest angstaanjagende optreden van de dag, want het was oprecht dat ik op momenten dacht: van... fucking hell, dit is echt. Heftig, heftige dingen zijn dit. Het komt wel binnen. Maar tegelijkertijd kan ik niet echt er een label aan hangen. van dit is goed of dit is slecht. Want ik, ik heb weinig vergelijkingsmateriaal. En ja, hoe beoordeel je zoiets? Ik, ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Ben ik benieuwd. Ik had zelf het optreden geskipt. Hm. Um, dus <laughs> ik denk dat ik. Ik had de verwachting dat de show misschien veel zou lijken op dat wat er gebracht was op Roper en eerder dit jaar. Ik was toen meegegaan op aanraden van jou. Mm -hmm. um, intussen heeft ze natuurlijk die nieuwe plaat Caligula gedaan. Ja. Overigens hebben wij een 9,6 opgeplakt. Dus uh, ontzettend uh, gewaardeerde plaat ja. in de binnen de redactie. Ik zelf spreek de muziek, of zoals jij al zegt, dat wat Lingua Ignota doet, hoe je dat ook moet vangen. Uh, of noemen of het nou muziek is of of, art, of, of kunst of performance art of een toneelstuk, spreek me niet geweldig aan. Dus ik, ik had eigenlijk de tijd genomen om lingwa ik nota te skippen en uh, even naar de kebabzaak te gaan voor een broodje falafel. Hey. Dus ik had daar eigenlijk, maar misschien ja, ik had er eigenlijk al bij moeten zijn. Maar dus ook een probleem van een festival als je is, dus als je de hele dag lang alleen maar goede bands programmeert, ja. moet je iets. Skippen ja. waar je, wat je met pijn in je hart doet. En ja. ik heb dus mijn pijn in mijn hart lingua, ik nota geskipt. Ja. Ik wist ook dat het in de kleine zaal was, dus dat het weer super druk zou zijn. Vorig jaar Wie gedood was ook een ongemakkelijke ervaring. Omdat het gewoon zo ontzettend druk was. Ja. Dus ik heb dat een beetje gemist. Ik, maar ik hoor wel van jouw verhaal dat ze haar show nog wat verdiept heeft. Ja. Op Roper en had ze dat doek nog niet. En dat toneelstuk wat erbij komt kijken. En de nieuwe plaat nog niet. Ik denk dat daar zag je misschien. Uh, ja, nog een artiest die zich nog moet ontpoppen... en dat ze nu meer een vlinder is die heeft gevonden... wat haar calling card is, haar identiteit als artiest. Ja. Um, ik denk overigens dat je wel... Je kan misschien niet per se haar muziek beoordelen... via traditionele maatstaven. Mm -hmm. Maar wat ik vaak doe, of wat Zware Metalen vaak doet... is dat je wel altijd kan schrijven over de emotie... die iets op jou teweeg brengt. Dus als, er, als je kijkt naar iets... Als, als levend organisme heeft dat een reactie op jou. Jij reageert op de wereld om je heen. Dus of je nou naar een concert staat te kijken, een album luistert, of een toneelstuk, in het, of een performance art, in, in, in de definitie van lingua ik nota, dan kan je alsnog daar wel over schrijven over wat, wat voor reactie dat bij jou teweeg brengt. En um, ja, dus, dus jij zegt al. Ik kon er. Ik, ik, ik merk ergens dat je het graag wil waarderen, maar niet helemaal kan. Is dat. Is dat goed wat ik. Ja, nou wat ik daarin herken. Ik, laat ik het zo zeggen: het, is, het heeft wel wat teweeg gebracht aan emoties. Het is oprecht angstaanjagend. Wat zij doet. Ik vind. Zeker op een gegeven moment was er een moment dat zij, zij stond op dat hogere podium. Waar ze op was geklommen. Ze kwam achter dat doek vandaan en ze liep een beetje heen en weer. En op een gegeven moment liep ze een klein beetje naar de kant waar ik stond. En toen zette ze een, een scream in. die... Nou ja, daar zit alle pijn en emotie in die ze heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren. En ze keek mij recht in mijn ogen aan toen ze dat deed. Ik, ik, op dat moment was ik oprecht ongemakkelijk. Ik voelde me niet op mijn gemak op dat moment. Ik had zoiets van, Ugh. weet je wel, dit mens heeft zoveel meegemaakt en zoveel shit in haar leven. Waar ik niet persoonlijk aan kan relateren. Ik heb een vrij makkelijk leven, denk ik. Dus, dus in dat als blanke man. <laughs> Ja, nou ja, goed. Het is, het, is, het is iets wat. Het is een. Um, ja. Ik, ik vind het. Ik vind het um, laat ik het zo zeggen. Het heeft, het heeft wel emoties losgemaakt. Emoties die ik normaal gesproken misschien ook wel voel bij muziek. Maar tegelijkertijd. En, en dat is nog een ander punt wat ik even wil aankaarten. Is. Um, je, je ziet dat zij een bepaalde act heeft. En. Haar muziek is compleet autobiografisch, dus zij vertelt vanuit haar eigen emoties en het komt allemaal vanuit haar ervaringen. Maar als zij op het podium staat, dan, doet, dan, dan, dan is dat een show. En je kunt, ja, weet je, er is een bepaald gepland aspect aan zo'n show. Dat daar een doek zit en dat zij daar gaat staan en dat zij daar uiteraard die, die dingen zingt. En dat ze dan met die, met die lamp waar ik het net over had, dat ze die dan om de nek doet en dan het. het, het het, het publiek inloopt en heen en weer loopt. en zich soort van. alsof ze zich zorgen maakt, weet je wel. heen en weer. Eh, eh, onrust heb je, heb je dan, zeg maar. En dat ze dan met die, met die lamp. en die draad zo onder nek doet. alsof ze zichzelf wil ophangen. Al die dingen zijn wel een beetje dat ik denk. oké, okay, dit is een show. Dit is, dit is iets wat ze elke avond doet. En ik kan niet anders denken. dan. er zijn avonden dat je het niet voelt. Je, dit is zo. Dit, je kunt mij niet vertellen dat jij elke keer als jij een podium opklimt, dit soort shit weer wil bovenhalen uit je, uit je persoonlijke ervaringen. Er zijn avonden ja, het, dat het je het. Herbeleven denkt, van die trauma's. Ja, waarom zou je dat willen? Dus ik snap dat zij ja. misschien ergens een soort van knophof zo heeft ontwikkeld. Die, die, die soms uitstaat en soms aanstaat, denk ik. Um, zou, je, zou je zeggen dat zij in bepaalde opzichten dan is. Trek je dan de legitimiteit van de emoties die zij weergeeft tijdens die shows in twijfel? Is het minder oprecht als jij zegt, ja, ze doet dit elke avond, dus op een gegeven moment wordt het een automatisme? Nou, het, 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 het zorgt ervoor dat je het meer gaat bekijken als een toneelstuk dan als daadwerkelijk een uiting van emotie. Ik geloof best dat daar altijd wel iets zit van emotie, maar ik denk dat er avonden zijn dat het intenser is dan andere avonden. En ik, ik kan me ook voorstellen, dat des te verder je verwijderd raakt van dat, van dat trauma wat ze aan heeft meegemaakt, des te minder je dat voelt, want tijd heelt alle wonden. En ja, dat weet ik niet. Ik, 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 ik denk oprecht, ik, kijk, wij hebben al gezegd dat we allebei twee uh, zeer uh, geprivilegeerde personen zijn en dat we ook weinig trauma's hebben verwerken gehad in ons eigen leven. Ja. Ik denk dat het gevaarlijk is voor ons om te bepalen... Op wat een trauma, een persoon die trauma's heeft doorgeleefd. wanneer die trauma's wel en niet opspelen. wanneer het verwerken van die trauma's voltooid zou zijn. omdat er nou eenmaal te veel tijd of succes sinds uh, gekomen is. Um, dus ik, ik, ik zou niet durven zeggen dat haar optredens uh, routinematig werken. Ik denk dat ze inderdaad variabel zijn. De ene avond zal ze er meer last van hebben. of meer in die. Emoties zitten dan andere dagen. Maar ik denk dat de basis ervoor altijd oprecht zal zijn. Ja. Ik zou bij Lingua, Ik Iknota is zo puur dat je. Het, en, en daarom is het zo ongemakkelijk. En ik vind wat ik juist daar zou zeggen, is, al, moeten we dat niet serieuzer nemen. Is, wij wij. En, en is het niet heel erg ergens pervers dat wij daarna aan het kijken zijn. Dat, dat zij heeft heel duidelijk. Heel zware tijd gehad in haar leven en heeft deze kunst gemaakt als reactie daarop. Ja. En wij kopen een concertkaartje en zeggen met z'n allen: Ja, je moet echt naar Linkwijk Noten gaan, want dat is heel intens. Is het niet heel erg niet ego, ja, egocentrisch haast om, om te genieten, om een, een genot te vinden in haar ja, ongemak en, en discomfort, die, wat zij heeft gehad. Ik, ik vind daar juist vind ik het haast ongemakkelijk, omdat het is zo persoonlijk ja. dat, dat het, dat eigenlijk moet je niet willen genieten van, van haar. En, en dan vraag je ook af of het gezond is dat zij dat elke avond doet, dat zij dat weer doorleeft. Um, en dat zie je ook een beetje, we zijn een metal podcast, maar je hebt in de afgelopen jaren zie je dat een artiest als Kanye West overduidelijk een beetje doordraait en toch heel veel Bekendheid heeft en daardoor door TMZ en zo, elke stap wordt gevolgd wat hij roept, allemaal vreemde dingen die hij zegt, dat hij Trump supporter is en dat soort dingen. En je ziet daar vaak gewoon: het is een artiest en artiesten zijn mensen. En of het nou Kanye West is of Lingua Ignota, iedereen heeft zijn eigen strubbelingen. Maar bij, bij dit soort mensen die echt in de picture staan, is het wel gezond dat we zo'n vergrootglas boven ze houden en, en ze blijven zien als een soort van. Uh, consumptie als iets als als hun uiting en hun strubbelingen also, alsof dat iets is voor onze consumptie. Ja. En misschien is ook een reden waarom ik wat afstand hou van dingen waar ik nota is, omdat ik dat ongemakkelijke gevoel is is misschien niet verantwoord. Hm, ja, ja, kan ik kan ik maar, kan ik me ook wel in vinden. Ik 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 denk sowieso dat je uh, als artiest zijnde... kijk elke artiest heeft natuurlijk een bepaalde ja heeft bepaalde emoties be, maakt dingen door en en die die, die, die gieten ze in, een, in, een, in de vorm van een, van een nummer. Dus in dat opzicht is het niet per se anders dan een, dan een andere artiest wat Lingua Ignota doet. Maar ik denk dat Lingua Ignota juist een heel persoonlijk iets uh, doet. Of, ja, het, is, het, is veel, het voelt veel meer dichterbij aan omdat het, omdat het allemaal... Je weet dat het allemaal echt is. Je weet, het is niet gehuld in metaforen. Het is allemaal vrij recht door zee en heel... Ja, ik weet niet. Uh, ja. Je hebt het gevoel van, shit, dit is allemaal echt gebeurd. En zij heeft echt wel serieuze trauma's. En om daarvan te genieten, ja, ik weet het niet. Het is, zij kiest er natuurlijk wel voor om, om haar, haar emoties en haar ja, trauma's bloot te stellen. En als je dat doet, daar heb je natuurlijk ballen voor nodig. En zij weet ook dat dat, ja, dat, dan, komen, dan komen er mensen op af die dat misschien. Die misschien moeite hebben om dat te begrijpen. Of die misschien uh, zichzelf niet kunnen identificeren met de dingen die zij doormaakt. Of daar geen emoties bij hebben. Maar dat is op zich een bewuste keuze die je maakt als artiest op het moment dat je denkt, dit is, mijn, dit is wat ik ga doen. Ze had ook kunnen zeggen, ik maak schilderijen of ik schrijf verhalen en verder niks. Dan heb je de interactie met je publiek veel minder snel, denk, ja. denk ik. Maar omdat ze uitgerekend muziek kiest. Als, als haar platform, krijg je... En, en de, ook toehoort. Juist, dat ook. Ook dat nog eens inderdaad. Krijg je dat je een redelijk directe lijn met je fans, of in ieder geval met de mensen die, die, die jouw werk consumeren, je, dan heb je dan een redelijk directe lijn mee. En dan, ja, dan denk ik bij mezelf, tja, dan is het wel een beetje de bedoeling dat wij genieten, ook al is dat op een redelijk lugubere manier omschreven van haar, van ja. haar kunst. En inderdaad, wie zijn wij dan om te zeggen dat, zij, dat het niet verantwoord zou zijn voor haar om op te treden? Zij is uiteindelijk de persoon die dat mag bepalen of dat verantwoord is of niet. En omdat ze toert en omdat ze die shows doen, is het klaarblijkelijk verantwoord. En, uh, dus ik denk dat we diepe, een diepe buiging kunnen maken. Ik was er zelf dus niet bij. Ik denk dat ik dat zou kunnen interpreteren als een bewuste keuze ook omdat ik zelf misschien niet helemaal klaar was om dat weer te ondergaan, zoals op Roadburn, ja. hoe dat zat. Maar diep respect. Ik denk ook dat het verdiend is dat zij een artist in residence is. Um, op Roadburn dit, of volgend jaar. Of... Zij doet volgend jaar. Hij doet doet Caligula integraal. Ze ja. doet een show met het materiaal voor caligula. Ze doet een soort van cover set. En ze doet een show samen met uh, Fool of Hell. Wat ook ja. heel interessant zal zijn. Ja. Daar komen we later in dat deze kom we aflevering zeker nog terug. Ik ja, even op, op terug. Okay. Nou met die zware. Dat, dat was een zware discussie. Ja laten we misschien gewoon even doorgaan met de rest van de line-up. ja met, dat dat met iets lichters lingua... <laughs> <iets> makkelijk verteerbars <laughs> ja inderdaad um, de simpele band Dadders um, en misschien het feit dat Dadders wat lichter kan zijn illustreert misschien hoe Louis Waar Lingua Ignota is want Dadders zelf is natuurlijk ook een band die je depressief zou kunnen maken of in ieder geval manisch depressief absoluut een geweldige dijk van een plaat dat album van vorig jaar, hoe heet die ook alweer? You won't get what you want. Ja, echt. Een terugkeer na acht jaar of zo. Vroeger meer een soort van mathcore, grindcore. Nee, niet grindcore, maar echt chaotische core. Uh, is nu teruggekomen als een soort van ja, loeizware, depressieve. post-punk beïnvloede. noise rock band. Dit was de show, denk ik, waar wij allebei het meest naar uitkeken. Ja. Dit was voor ons de reden om naar Crusher te gaan. En de reden daarvoor is dat wij. Op Roadburn, eerder dit jaar op de zondag op de Afterburner. Compleet uit onze plaat gingen bij het optreden van Dodders yes. op, op de hoofdzaal van N13. De ja. Ik denk dat deze show wat minder intens of urgent was, juist omdat we al die piek hadden beleefd. Ja. Maar dit was alsnog een fenomenaal optreden. Ja. Kan jij wat zeggen over um, wat er zo goed was gisteren aan Dodders? Um, ja, ik kan zeker iets zeggen. Het is, het is een. Wat een band. Om, gewoon even om te beginnen. Wat een fucking band. Deze band doet dingen die. Volgens mij niemand op dit moment aan het doen is. Het is innovatief. Dat vind ik. Ja, toch? Ja. Het is, ik, kan er, ik kan hier er niet, niet, bijna niet eens een label aanhangen aan hangen. De, aan deze band. Maar het, wat, het, wat het wel is, is. Het, het is nihilistisch, het is bleek. Maar het is niet op de traditionele manieren van metal nihilistisch en bleek. Het, het heeft een bepaalde ongemakkelijkheid, een dissonantie in zich. Dat, dat je echt niet op je gemak laat voelen, maar tegelijkertijd rokken ze zo tering hard. Wat een show zetten die gasten weg. Om te beginnen ik, wil ik even die, die gitarist zeggen die daar aan de ja. rechterkant staat te spelen. Wat een muziek. Wat Jezus. Jezus Christus. Nou, echt, jij zei op een gegeven moment tijd optreden, tijdens het optreden tegen mij, kijk even naar die gast die daar rechts staat. De manier waarop hij zijn gitaar, nou ja, gewoon, gewoon staat te masturberen. Niet normaal. Hij speelt de hele tijd van die hoge, ja, dissonante riedeltjes of, of akkoordjes. Wieu, Alleen, wieu, ja, wieu, wieu. Ja, precies dat. En, en, maar die, die, die speelt hij dan niet op de traditionele manier, dat hij gewoon zijn vingers daar houdt en constant het snaren aanslaat. Hij glijdt heel de tijd vanaf. De, de, de basis van de nek, of de, de, vanaf eigenlijk de, de top van de gitaar, glijdt hij heel de hele tijd naar boven. En dat doet hij ritmisch. En de, die, dat doet hij zo snel, zo, ja, dat doet hij in de maat van de muziek, dat het, uh, ja, het, het, ik weet het niet. Het, het, het geeft een heel apart effect. Uh, maar dat moet hij dus een, een, ja, soms wel vijf minuten lang volhouden. Om constant van die super ongemakkelijke ja, slides te maken op zijn gitaarnek. En je, je, krijgt, je, je krijgt er ook gewoon pijn in je eigen vingertoppen je, van. Maar, het, het moet haast voelen alsof je daar over papier de hele tijd een papercut, de hele tijd heen en weer glijdt. Ja, heel onaangenaam. Ja, echt. Het, volgens mij staan zijn vingers aan het einde van de optreden echt in de fik. Want het is niet ja. normaal. Dus die, die, ja, dat, is, dat is al een spektakel om naar te kijken. De rest van de band beweegt overigens ook gewoon heel erg. Goed mee. Ze staan allemaal te jumpen of weet ik veel wat, maar ja, de, de oogappel is toch wel de zanger. En ik denk dat, dat jij daar misschien wel iets over kunt vertellen hoe hij zich beweegt of wat hij allemaal doet tijdens, tijdens zijn optreden. En ja, wat ik wel mooi vind is wat hij doet in vergelijking met wat de rest van de band doet. Dus de rest van die band is heel erg gefocust. Je ziet dat ze heel erg uh, haast afgesloten van de wereld om hen heen, ja. zich focussen op het brengen van die onmogelijk speelbare partijen die ze doen, de tijdschema's die zij moeten volgen, de afstemming die ze moeten hebben. Het is zo ingewikkeld, zo ongeëvenaard in muzikaal opzicht, dat zij volledig opgaan in de partijen die ze spelen. En in de tussentijd haast is die zanger een soort van Matt Berninger. Die ja. gewoon van de National, die gewoon kan doen wat hij wil. Hij heeft vrijheid om te schreeuwen, te grommen, euh, zichzelf te kastijden, zichzelf euh, op te knopen inderdaad aan een tweede microfoondraad. Op zijn voorhoofd te slaan met zijn microfoon tot bloedend stoel, ja. zijn shirt en blouse uit te trekken. Gewoon door het publiek te springen, op bars te klimmen, euh, zichzelf kotsend met vingers in zijn strot zodat er allemaal bloed naar boven komt zeg maar wat deze gast levert is gewoon geschift. Ja. Dit is gewoon geschift. Ja. Dit, dit dit kan dit. Het is absurd. Het is Het is gewoon ronduit absurd wat hij doet. Ja. En het is zo. Je kan er je kan er niet niet naar kijken. Het is alsof je zo'n zo op YouTube een compilatievideo kijkt van die autocrashes in Rusland. Het is onaangenaam naar te kijken. Maar toch blijf je kijken. Je bent en... gefixeerd. Je bent gewoon ja. gefixeerd op die gast. De hele tijd, inderdaad. En altijd ja. spugen op die microfoon en ja. gore dingen doen, weet je wel, zichzelf slaan, inderdaad, wat je al zei. Wow, wat een, wat een, poef, wat een ongemakkelijke, maar tegelijkertijd ontzettend goede frontman. Ja, en vaak heb je dan met bands die zo'n performance kunnen leveren... dat het in muzikal opzicht daardoor wat eronder leidt. Ja. Onder het feit dat er zoveel bizariteit geleverd moet worden. Ja. Maar in navolging van een band als de Dylan J. Escape Plan die zowel live heel erg energiek en bizar over konden komen... als ook heel erg precies konden spelen... kan Daughters dat ook heel goed. Zij kunnen die intensiteit leveren. Maar het, het is zo erg en zo verwonderend... ben je erover, verwonderd... juist omdat de muziek zelf ook zo complex... en zo grijpend is. Het, het, het weet zo... het is alsof iemand langzaam... de volumeknop heel langzaam opendraait... en het wordt steeds harder... en ja. het doet steeds meer pijn. Ja. En, en, ja. of Alsof iemand een mes op je arm zet... en hem steeds dieper je huid induwt. En ja. je voelt op een gegeven moment... scheurt je huid en het gaat bloeden... en het doet steeds meer pijn. De, een nummer van Daughters, dat snijdende... dat, dat groeit. De ja. ongemakkelijkheid groeit. Ja. En het is... Het houdt je helemaal vast. En dit was dus ook gewoon niet zo geweldig als op 013. Want dat was juist het feit dat het in zo'n grote zaal was. Zo indrukwekkend. Ja. Maar het was alsnog wat mij betreft mijn show van de dag. Ja. Gewoon echt. Mijn ook. Ik ben helemaal fan. Ja, ik ben 100.000 procent fan. Ook mijn show van de dag. Om nog even terug te komen dan op, uh, op dat road, uh, Roadburn ding van 013. Hoe vet is het dat je als band zo'n album maakt en gewoon compleet zo'n zaal commandeert. Ik bedoel, acht jaar niet, niets doen. Weet je wel? En dan gaan optreden. En dan de grote zaal van de 013 als. Dan, nou, ik denk misschien wel de hoofdact van die dag. Compleet van zijn sokken spelen. Hoe vet is sleep, dat? Sleep speelde ook nog die dag. Dus ja, ja oké. Okay, maar, maar, maar goed, Sleep is natuurlijk <laughs> ingeburgerd in, in het Roodbund DNA. Dus dat kun je niet vergelijken natuurlijk. Het zijn sowieso nee. twee heel verschillende bands. Maar als een van de grotere acts die dag gewoon dat, dat hele podium baas zijn. Super vet. Ja, unreal. Ja. Dus uh, luister het. Ja, luister absoluut. Het, ja. Luister het ja, laatste ja. album, You Won't Get What You Want. Oh, oh nog eens, één klein laatste ding. Daughters is een band die best wel veel geëvolueerd is door de jaren heen. En wat mij opviel is, ik, ik ben niet zo bekend met het oudere werk van Daughters. Wat mij opviel is dat er echt wel... Ja, ze staan daar, als ze die oudere nummers spelen, dan staan ze daar gewoon bijna... Nou ja, bijna grindcore te spelen. Het is niet helemaal grindcore, maar... En het werkt op een, een of andere manier, samen met die nieuwe, uh, nieuwe nummers. Ik, ik, ik bedoel, hoe, hoe kun je dat... Ja, het is gewoon bizar. Zo'n band die staat daar gewoon een potje, potje bijna grindcore te brengen op, op de grootste, het grootste podia van Doornroosje. En de hele zaal vindt het helemaal lijp. De, 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 het publiek deed er dus het gretig mee. Dus, nou goed, ik, uh, ik kan hierover blijven orakelen. Voor de volgende we band doorgaan beter. met The Secret. Ja, inderdaad. Iets minder complexe muziek. Maar uh, dat ook, uh, ook heel vet. Uh, The Secret. Uh, hebben we als volgende gezien. In de kleine zaal. Uh, eigenlijk toch wel fijn op zo'n tijdstip. Nadat je Lingua, Ik Nota heb gezien. En Doors En alle, alle gitzwarte shit hebt gehad. Is het toch wel lekker om zo'n band als The Secret te zien. Zo'n ontzettende crusty... Alles moet kapot, uptempo, grindcore-achtige shit. Alles door elkaar spelen ze. Uh, het is, ik, ik, ik zie het een beetje, een beetje als, als Trap Dam. Uh, een, een band die helaas ter ziele is gegaan, maar die, die ik heel erg vet vind. Uh, het, is, het heeft ook die sound, een, 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 dat, dat kettingzaag HM2-geluid. Het is allemaal mid-focused, dus dat was ik wel een beetje jammer. Het was een beetje, ja, het geluid was niet voor mijn gevoel niet al te goed omdat alles mid-focused is, maar ergens hoort het wel een klein beetje bij deze muziek, want waar je op gaat is gewoon de complete D-beat fury van die drummer. Het is gewoon raggen, 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 raggen. raggen. en blaren uh, uh, tot je er manier, tot je er valt. Maar ze hebben ook wel, wel black metal. Maar invloed. ze hebben inderdaad ook wel wat in die... andere invloeden, ja. ja. Ja, die mag je niet downplayen, denk ik. Het nee, het is, het, is niet... trap het is niet alleen trapdem. Uh, het is niet alleen het, het grotendeels wel, maar, maar het heeft ook wel wat andere invoed, invloeden. Ze proberen ook wat black, blackachtige dingen erin te verwerken. Ze hebben ook echt wel stukken waarin ze heel langzaam opbouwen, Een beetje doomy, bijna. Uh, ja, het, is, het is een interessante mix van allerlei verschillende stijlen, waarbij de overheersende, ik denk ik, crustpunk is. Zeg ik dat zo goed? Ja, ik, ik denk, ik zou ze zelf wat meer in de hoek plaatsen van een band als Converge. Niet helemaal Converge, maar dit is een beetje die chaotica. Die, die, dat tijdperk van Converge na. of ja. Na, na Jane Doe, alles wat daarna gebeurd is, een beetje die, 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 die hoek. Ze hebben daarmee die scene een beetje een kickstart gegeven. En dan krijg je ja, zo'n band als Trap Dam die dan ook populairder worden. Mm -hmm. En een beetje, ja, dat je die, die beat kunnen rachen, maar in de kern gewoon een chaotisch geluid hebben. Waarbij heel veel genres, er wordt een stukje van de black gepakt en een stukje die beat en een stukje van dit en een stukje van dat. En dat wordt samengegooid ja. op één hoop. Die chaotica is denk ik wat het meest de secret typeert. Ja, precies. Nou, ik vond het persoonlijk een, een vet optreden. Ik, ik denk dat het ook echt iets was wat ik even nodig had na, na die, uh, die twee optredens waar we het hiervoor over hebben gehad. Het was een soort van adrenaline shot in je arm. En dat is wel, uh, dat is wel lekker. Ik had persoonlijk niet het idee dat het. Uh, nou, dat. Ik, het was. Ja, ik, ik, ik. Als ik dan zulke soort dingen hoor, denk ik, dan geef me ook maar gewoon alleen maar die crust, die crusty up tempo, die beat shit. En die, die andere invloeden, die mogen van mij uh, achterwege gelaten worden. De stem, had een, de stem van de zang had een echo. Ze probeerde een beetje die black-achtige black ja, galm erop te zetten. Ja, dat had van mij helemaal achterwege gelaten mogen worden. Want als ik, als ik zo'n gast wil brullen, dan wil ik het gewoon voelen in mijn botten. En niet ergens ver weg uh, dat het de zaal indrijft. Het moet gewoon snijden. Het moet gewoon. gewoon in je maag moet je dat voelen, weet je wel. Dus dat had voor mij niet gehoeven. Maar desalniettemin, ja, ik vond het een vet optreden. En ik, eh, ik heb gewoon genoten. En niet het beste optreden van de dag, maar ook zeker niet het minste optreden van de dag. En qua, qua zeg maar, uh, planning, qua, qua tijdstip, was het denk ik perfect. Ja. ja, ik heb er niet veel meer op toe te voegen. All right. Dus laten, we, laten we overgaan op uh, de hoofdact. Tripticon. <kijf> ja. Uh, <laughs> wat vond jij uh, van Tripty Niels? Ik vond vooral uh, dat ze heel lekker speciaal bier hadden. Ik, <laughs> <laughs> Ik vond mijn aanwezigheid ook heel goed. <laughs> Oké, okay, even zonder dolle. Ik, um, wat, wat interessant is aan, aan, aan een festival als Soulcrusher in deze nieuwe scene, waarin je zoveel jonge bands hebt, is dat er eigenlijk niet heel duidelijk een headliner aan te wijzen is die het festival af moet sluiten. Ja. Als je kijkt naar de headliners die Soulcrusher historisch gezien heeft gehad. Is het vaak de wat meer old school band die echt langere tijd al meedraait? Die dan als hoofdact neergezet wordt. Al denk ik dat ze hier niet heel erg als hoofdact neergezet werden per se. Zo werden ze niet per se gepromoot. Het was meer dat ze de langste speeltijd kregen. Ja. Maar ja, het is natuurlijk Tom G. Warrior die dan langskomt met zijn Triptychol. En nog een paar Celtic Frost nummertjes doet. Dat is gewoon een hele grote gebeurtenis. Maar in voorgaande jaren hadden ze dan in het eerste jaar en toen AD. Ook weer zo'n oudere band. Of in ieder geval een reïncarnatie van een oudere band. Mayhem. Ook weer zo'n geval. Daar zie je toch dat, dat, dat er als headliner wat, wat meer ouds geboekt wordt. En ik heb dat zelf niet altijd nodig op het festival. Toen Mayhem kwam vond ik het heel gaaf. Omdat ik Mayhem wel gewoon echt een hele gave band vind. En zeker de mysteries Dom Satanas. En dat was ook een geweldig optreden. En de hele zaal leek daar ook echt voor te komen. Maar... Ik, ik, ik had zelf niet per se Trypticon nodig die dag. Tussen al dat nieuwe geweld, dat jonge geweld. Van al die nieuwe vernieuwende muziek, zoals een Lingua Ignota of een Daughters. Dan heb je gewoon, had ik niet per se behoefte aan Trypticon. En ik denk het mooie is dan ook, als er dan geen headliner is binnen die jonge scene. Dan kan je best wel gewoon een oude band doen. Die best wel relateert aan de bands die er staan die dag. Trypticon was niet volledig een vreemde eend uh, in de bijt. En daarmee qua bezoekers. Net een beetje mensen kan aantrekken die net niet naar het festival willen komen, maar wel graag Tripticon willen zien. En dan denken, nou, dan kijken we ook nog even naar de rest wat er speelt, weet je wel. Dus ik denk dat Tripticon of Mayhem is een goede manier om je line-up net een beetje wat diverser te maken. Zodat mensen een kaartje kunnen kopen specifiek voor de headliner. En dan alles daaromheen, dat anderen, de rest van de mensen daar ook een kaartje voor kan kopen. Ja. Dus ik vind dat slim gedaan. Festival technisch. En het was dus ook niet erg dat die headliner niet per se voor mij was. Want de rest van de line-up was zo geweldig dat ik ook prima was gekomen zonder Tripticon. En misschien waren er vandaag mensen die juist niet alleen kwamen zonder Tripticon. Die zouden niet geweest zijn anders. En daarmee heb je dan toch dat je toch twee verschillende, verschillende van elkaar gescheiden publieken kan aanspreken als festival. Dus wederom zie je hier heel duidelijk dat Soulcrasher in vier jaar heel duidelijk weet hoe je een festival opzet. Tijdschema technisch. Uh, bands die ze boeken, headliners. Dat doen ze heel slim. Ja, ja absoluut. Ja, inderdaad. Dat, dat is wel een punt wat ik ook nog even wil, wil aanstippen. Is. In vier jaar is dit festival uitge, uitge, uitgegroeid tot een van de allerinteressantste festivals op metalgebied. of in ieder geval op het gebied van zware muziek. van Nederland, vind ik. Dat is, ja. En, en dat, is, dat is een prestatie die. Ja, ik kan daar alleen maar voor in mijn handen klappen. Super vet. Ja. Uh, ze, ze luisteren ook naar de feedback, weet je wel. Vorig jaar of het jaar daarvoor wa was, waren er problemen met het eten. Er stond een hele lange rij voor het eten. Dus wat hebben ze gedaan? Nou, ze hebben die hele eetbar, of de, 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 de eat, uh, Tent hebben ze verplaatst naar boven. Zodat het niet meer in de doorloop zit van de zalen of van de merch, weet je wel. Dat soort kleine dingen. Daar luisteren ze wel naar. En het zorgt ervoor dat het festival nog nog plezanter wordt voor jou als bezoeker. Dus... Ik denk ook dat dat, dat het gebouw zich perfect leent... voor een festival van dit formaat. Ja. Um, ik kom ook vaak wel naar Don Roosje voor losse optredens. En ik vind of het nou de paarse of de rode zaal is... ik vind het een geweldig complex. De ligging is geweldig. Hoe je daar gewoon even een Nijmegen station uitloopt en je bent er. Uh, het foyer is heel erg uitnodigend. Het heeft een hele gave look. Het is niet zo steriel als andere zalen. Het heeft wat persoonlijkheid. Bijvoorbeeld zo inderdaad die ruimte die jij noemt boven, waar je dan dat eten kan doen of daar waar je koffie kan halen, waar alle merch is. Er zijn wat chillhoekjes en de zalen zelf zijn gewoon geweldig ingericht. Het is heel duidelijk dat een concertluisteraar, een bezoeker, moet haast wel de architect zijn geweest. Want als je daar kijkt, hoe die hoofdzaal zo'n trapje heeft, zodat je, maakt niet uit waar je staat, altijd goed zicht hebt... Ja. Dus dat hoofdpodium is ontzettend hoog. Dus dat is altijd heel sfeervol. De lichtshow is geweldig. Ik vond de hele dag door was het geluid echt heel goed. En bijna altijd ja. als ik in Dorosje ben, is het geluid ontzettend goed. Ja. Ook in die kleine zaal het is gewoon een hele fijne kleine zaal. Dus ik vind het geweldig. Niet alleen om de line-up bij Soul Crusher te zijn, maar toen ik daar binnenliep met mijn kater in de ochtend. Dacht ik, yes, het was een warm bad waar je in komt. Ja. Dat is het doorroosje voor mij, elke keer als ik in die zaal ben. Dus uh, ja, respect daarvoor. Ja, zeker, respect. Right. Um, nou, Tripticon, dus ja. Uh, yeah. We zijn. Weet je wat? Laat eens weten wat, wat, wat jullie ervan vonden. De mensen die er zijn geweest. Uh, laat het weten in de in comments of op, op, op social media. Uh, ik, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat, uh, wat jullie vonden. Um, even kijken als volgende. Ja, nou gaan, we, nou gaan we toch wel naar een misschien een, een klein discussiepunt. Uh, jij, hebt, uh, jij hebt als volgende al staan Turia. Juist, ik denk dat Turia, en ik zeg het maar meteen, ik, ik kom me gewoon even naar binnen rammen. Ja. Misschien is Turia wel gewoon de beste Nederlandse black metal band. Bam! En dat is gewoon, ik, ik doe alsof het dan waar het is. Ik heb ontzettend veel waardering voor alle black metal mensen in Nederland die nu actief zijn. Ja. Vorige week deed Verwoed uh, het nieuwste album. Een volledige show met Noose was daarbij en Hellewijd. En, uh, eerder dit jaar zagen we ook Roadburn met Terzijde Hoorde en Laster en Grey Aura. En die samenwerking show. Nederland is op black metal geval uh, gezien gewoon helemaal toonaangevend ja. en vernieuwend. En ik vind Turia... Is niet de meest geavanceerde of vernieuwende band, maar bij mij gaat black metal vaak om effectiviteit. Ik heb ook heel veel naar hardcore geluisterd in mijn tijd en dan is op een gegeven moment de vraag welke breakdown is nou onderscheidend van de andere breakdown en waarom is deze groovy hardcore band beter dan de andere groovy hardcore band die op papier precies hetzelfde levert, is vaak een gevoelskwestie. En bij Turia voor mij vangt precies het gevoel van die moderne black metal... die naturalistische black metal. En als zij alle lampen uitdoen... en de kaarsjes aansteken... één gitaar waarbij het haast lijkt alsof het meerdere gitaren zijn... de manier waarop er gespeeld wordt... die amorfe krijzen, die drums waarvan je gewoon... dankzij het flikkeren van die... Uh, hoe heet het? Uh, kaarsjes. Ah, dit, ja, die kaarsjes... Zie je gewoon het zweet druipen van het lichaam van die drummer. Je ziet de ongemakkelijkheid in zijn gezicht. Die blastbeats die hij moet doen, zijn ongemakkelijk. En dit strijd, het gevoel van strijd over macht van de natuur, dat voel ik heel erg als ik naar Thuria luister. En zij vangen dus de essentie. En je kan zeggen, inderdaad, als buitenstaander die niet helemaal verknocht is op het black metal genre, dat het gewoon klinkt als elke andere black metal band. Maar als je wat meer in de scene zit, denk ik, is het gewoon. Zo overweldigend wat zij brengen. Ik kan mijn ogen erbij dicht doen en gewoon helemaal erin opgaan. Ik vond het echt wederom. Ik heb het eerder dit jaar twee keer gezien in de support van Darkspace. Was ook fenomenaal. Dit was wederom geweldig. Ja, ja. Ik, ik, vind het, ik vind het een vette band. Ik vind het echt een vette band. Ik snap ook wat jij nu allemaal zegt. Ik denk al, ja, ik snap het. Dat is ook meteen de reden waarom. Waarom ik misschien zoiets heb van: Ik vind het vet, maar ik vind het niet zo'n soort van de top van de black metal van Nederland. Ik, nogmaals, ik wil vooropstellen: kwalitatief gezien is dit vet. Het is echt goed. En ik luister, er, ik luister er ook zelf ook wel graag naar, maar ik had niet zoiets van: Wauw, ik was compleet weggeblazen zoals jij dat was. En dat komt inderdaad, denk ik, omdat ik misschien niet zo diep in de black metal zit als dat jij erin zit. En omdat je toch op zo'n dag specialere optredens meekrijgt. krijgt. Zoiets als Lingua, Ignota zoiets als Daughters. Uh, voelt het, voelde het voor mij een klein beetje aan alsof het zo van, oké, okay, we pakken nog een stukje black metal mee. Een heel kwalitatief gezien, een ontzettend goed stukje black metal. Maar desalniettemin is het gewoon een stukje black metal. En ja, dat dus was een beetje was, wat ik voelde die, de, op het Dat, dat was effectief. Wat ik zou juist zeggen, dus die effectiviteit, ik ben volledig aan boord. Het was misschien niet zo vernieuwend als andere bands die je die dag hebt gezien. Maar voor mij is het dan als iemand die elk jaar naar Rock gaat of naar Hyperfest en The Sound of Revolution. En de, ik, ik, ik ken alle breakdowns. Ik heb een playlist ja. met de, de 250 gaafste breakdowns uit de hardcore geschiedenis. <laughs> um, iemand die, die ik, ik, ik ben fan als iemand een bepaalde formule volledig erop inzoomt. Ja. En Snapt waarom die formule zo gaaf is. En heel veel mensen proberen dat en het slagen erin. Iedereen kan black metal maken. Iedereen kan een hardcore band zijn. Maar het lukt niet iedereen om die essentie te pakken. En dat is heel erg een gevoelskwestie. En bij mij komt dat dus helemaal over bij Turia. Dat is dé stempel van wat moderne black metal is en kan zijn. En um, het is ook in bepaalde opzichten, zou ik alsnog zeggen, je moet ergens wel erkennen dat het feit dat zij maar één gitaar hebben. En ook al lijkt het alsof, zeg maar het klinkt alsof, alsof er meerdere gitaren zijn ja. in, dit, in dat spel. Dus ja. het is, het is toch heel gelaagd, ook al is het heel erg kaal. En dus het, waarom is het zo effectief? Omdat het black metal reduceert tot de kern, maar ook is het toch best wel rijk qua geluid. Ja, ja ik moet, ik moet ze ook zeggen, live staat het als een huis. Het is fucking strak. En ik, vo, ik moet ook zeggen dat, ondanks dat ze eigenlijk maar drie ingrediënten hebben, strot, gitaar en hun drums... Voelde het wel als een vol geluid aan. Zeker de drums klonken echt fucking hard. Echt, echt vet. Uh, die, die voelde je echt binnenkomen. En dat is was, zo dat was ja. goed gedaan. Ik vond het trouwens ook super opvallend dat de gitarist op een Telecaster stond te spelen. Een, het meest niet-metal gitaar wat je maar kunt bedenken. Misschien dat je, als je er een, een Hello Kitty-print op plakt, dat het dan nog minder metal is. Maar, maar <laughs> Telecasters zijn doorgaans niet echt iets wat je ziet in metal. En hij speelt... Met welke genres zou je dat, dat die ja, gitaar wel identificeren? Country. country. En misschien uh, um, een klein beetje de... Ja, hoe moet ik zeggen? Een beetje softere rockachtige dingen. Weet je wel? Ja. Dus ja, uh, ik, ik vond het vet. Dat vond ik sowieso vet. En ja, het, de, ik, het klopt. Het was, het was uitgekleed ook. Bijvoorbeeld de podium setup was uitgekleed. Ze hadden eigenlijk alleen maar een aantal kaarsjes en wierook. Heel veel wierook. De hele zaal je, in de hele zaal rook je wierook. Dus... <laughs> dat, dat kerkelijke zat er ook heel erg in, en het was ook heel, heel vet dat toen ze het laatste nummer speelde, denk ik ook wel het vetste nummer van de set. Zeker uh, ja, van de split met um, fluisteraars van vorig jaar. Ja, uh, bij de zware metalen jaarlijst mogen we mogen er altijd alleen maar albums ingezonden worden. Maar heel veel mensen die zeiden: Ja, leuk, maar op nummer 1 stond deze split. Ja. En het is jammer dat hij niet mee mag tellen. Ja, ja. Ja, nou, ik mee eens, vet nummer, echt heel gaaf. Daar sloten ze de set mee af en het, 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 het was gaaf dat, dat ze daar die, die, die kaarsen die ze daar hadden neergezet, dat ze die allemaal uitbliezen behalve eentje. De gitarist die had nog wat uh, met zo'n looppedaaltje, stond hij nog te, te klooien. En op, precies op het moment dat die, die looppedaal uitzette en het geluid werd afgekapt, blies je die kaars uit, zo van einde eind dienst, loopt de kerk maar weer naar buiten, het is klaar. En dat is ja, vet. Prachtig. Ja, prachtig. Dus, dus in dat opzicht, ja, vette bent. Wat ik al zeg, ik denk dat het vooral gewoon een ding is van. Als je echt diep in de black metal zit, dan vind je dit waarschijnlijk een stuk, stuk vetter. Uh, dan dat ik het. Of nou, laat ik het zo zeggen, dan kun je dit meer op waarde schatten. Uh, desalniettemin ben ik het eens met je. Als je iets doet uh, wat misschien niet zo vernieuwend is, zorg er dan voor dat het kwalitatief gezien wel helemaal op en top is. En dat was het. Ja. Oké, okay, top. Ik denk. Uh, wat ook wel leuk is aan de discussie die we nu hebben, is meestal eindigt een uh, festivalverslag met de headliner. Ja. En in dit geval was dat dan Tripticon. Wat ik leuk vind aan die indoor festivals, en wat Soulcrusher dus dan ook al een tijdje doet, is dat de hoofdact niet per se meer als allerlaatste hoeft te spelen. Ja. Dus je ziet vaak mensen komen van ver af reizen naar Nijmegen, moeten op een gegeven moment de laatste trein pakken. En veel mensen komen dan voor de hoofdact, en die vinden het vervelend als die hoofdact om 12 uur nog staat te spelen, want heel veel mensen kunnen dan niet de laatste trein pakken. Dus wat dit festival doet, is de headliner wordt wat eerder neergezet, waardoor je daarna een soort van afterparty gevoel hebt. Zodat de mensen die nog even door willen gaan, nog even door kunnen gaan met in dit geval Turia, Hell en Dooplord. En mensen die een trein pakken, die hebben in ieder geval de headliner gezien. Dus die kunnen hem ook met een tevreden gevoel naar huis, zonder het gevoel dat ze de essentie van het, van het festival missen. Ja. En dat is ook het voordeel. Ik denk de reden waarom we het gevoel hebben dat headliners als laatste moeten spelen, komt voor een groot deel van de zomerfestivals. Dat in de zomer wil je een headliner als laatste hebben spelen omdat het dan eigenlijk donker is, zodat de boel wat indrukwekkender overkomt. Als je een binnenfestival hebt, ergens in de herfst, maakt het niet uit wanneer die headliner speelt. Het festival is om 9 uur s avonds al volledig op gang, want de eerste bands begonnen toch al om 2 uur middags, dus de sfeer zit er goed in. Dan is het gewoon tijd voor een headliner. En dan ben je voor 11 uur klaar en dan kan iedereen gewoon zijn train pakken en de mensen die nog zin hebben in wat extra's, die blijven nog even hangen voor de afterpills. Vind ik ontzettend goed geprogrammeerd. Ja, ja en met, mee eens ben ik ook fan van. Ik ah, kijk even naar mezelf. Ik moet naar het zuiden toe. Dus ik moest nog een, uh, nou ja, een uurtje of zo of een drie kwartier met de trein. Tja, dan, dan is het fijn dat je niet de halve set van de headline hoeft te missen om je trein te halen. Dus daar ben ik zeer fan van. Maar je ja, dus kan gewoon casual even weglopen bij Hell. Ja, dat was dus wel dan het gevolg daarvan. Erg. Sorry. Was op zich niet zo erg dat je gewoon weg kon lopen. Want het was niet per se de band waar jij voor naar Nijmegen kwam. Klopt, inderdaad. Maar je hebt het wel gezien. Ja, ik, ik vond heel. Ik, 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 ik heb heel gemist op Roper. Nee, we hebben het echt elke keer over Roper vandaag. Ja. Uh, deze band heb ik gemist al de vorige keer dat ze op Roper stonden. Omdat daar bij de Patronaten zo'n gigantische rij stond. Ja. Uh, dat is leuk om nu in ieder geval de band weer een keer te kunnen zien. Ik vermeng of verwar de band altijd met Oesnea. Die hebben een keer twee jaar geleden ook op zorgkastje gestaan. Ik verwar ze daar altijd mee, omdat ze diezelfde smerige sludgy doen brengen. Mm -hmm. dus het zijn gewoon dikke riffs, vieze krijs, lekker gewoon bouncen. Dus ik, ik vond het een heerlijke afterparty. Ik had op dat moment weer zin in bier. Dus we hadden al een paar biertjes gehad bij de bierbar. Het waren niet de minste biertjes. Zo. Helligheid, 11%. Ik had een dubbele IPA van 8,5%. Op een gegeven moment eh, tikt dat in, tikt dat aan. En uh, ja, dat, heel, dat, dat was gewoon lekker een afsluiter op de Mainstage. Je ziet om je heen dat er al voldoende mensen naar huis zijn. Alleen de diehards blijven nog even hangen, die nog zijn zin in hebben. En ik vond het gewoon uh, een mooie show van hel. Ik heb er niet heel, veel, niet heel aandachtig naar geluisterd, maar het was fijn dat het er was. Ja, precies. Nou, het stukje wat ik heb gezien klopt wel. Het was smerig, vooral smerig. Ja, en ja. Dat, is, dat is gewoon mooi. Als je, dat wil je om twaalf uur s'nachts. Dus toen ging jij op een gegeven moment naar huis. Ik ben uiteindelijk ook nog even gaan naar Dope Lord. Want als je dan toch ja, later bent binnengekomen... en een paar wens hebt gemist, dan denk je... nou oké, okay, dan, dan... ik kwam net op gang. Dus ik dacht, nou, dan gaan we Dope Lord ook nog even meepakken. Dat was alsof Black Sabbath uh, was wederop gestaan... Lange broeken met van die broekspijpen die naar beneden toe steeds breder worden. Het was gewoon alsof je weer een beetje in de jaren 60-70 zat. Ja. Gewoon ongecompliceerd, heerlijke riffs. Lekker een beetje ook van die ja, Uncle Acid in de Deadbeats-achtige. Uh, ja, occulte sfeer samples en zo. Dus ja, het was gewoon uh, ook weer simpel. Maar lekker nog even een paar biertjes gehakt met onze fotograaf Jurgen van Hest. Shout out Z naar Jurgen van Hest. Zeker. JV. JVH 013 foto. Volg het op Instagram en Facebook. Zeker. Getalenteerde zeker. fotograaf. Was Absoluut. er zoals altijd weer aanwezig om de hele dag elke band te fotograferen. Deze man neemt geen pauzes. Yes. En um, aan het einde van de dag, toen hij alles had gefotografeerd, hebben wij snel nog even een paar biertjes gedaan bij Dope Lord. Dus dat was ook vooral heel plezierig. Vet. Dus uh, ja, dat was Soulcrusher 2019 voor mij. Ja, algemene indruk even gewoon samengevat. Ja, ik, ik vind dit zo'n vet festival. Ik, ik, ik ga volgend jaar gewoon weer als, als ik kan. Maar het was eigenlijk trouwens inderdaad, ik zou in eerste instantie niet eens gaan vanwege andere verplichtingen. Maar uh, ja, ik, dat kon verzet worden. Dus ik ben, en daar was ik heel blij mee. En ik heb de hele dag doorgenoten. Wat een vet festival. Dus uh, props voor de organisatie. En uh, tot in 2020 zou ik zeggen. Ja, het is ook niet voor niets dat wij hier een special aan wijden als je hier gewoon uh, meer dan een uur kan praten over die line-up over die shows die je hebt gezien op die dag. Ja. dat laat ook wel zien dat dat er wat er geboekt wordt vooruitstrevend is, interessant, discussies oproept en uh, verschillende emoties. Dus uh, ja. ja, inderdaad, gewoon uh, schouderklopje voor de organisatie. Ga zo door. Een uh, geweldig indoor festival in het najaar. Uh, voor, de, voor de liefhebbers. Yes, zeker. Juist. Top. Dikke aanrader, goed. Soul Crusher 2019 is daarmee afgesloten. Uh, wat gaat er nog aankomen op concertgebied? Ik heb wel een aantal dingen wat er in de komende weken aan zitten te komen. Mm -hmm. uh, de popronde zit er weer aan te komen. Zware Metalen is hier historisch gezien nooit heel erg zwaar mee verbonden geweest. Maar dit jaar zijn we via via uitgenodigd om een lid te hebben in de selectiecommissie... waarbij we de inzendingen mochten keuren. Zo. Dat hebben wij overigens samen een beetje gedaan... toen we eerder dit jaar uh, aan het voorbereiden waren... elke dag voor Roper. Ja. Dus ik was bij jou uh, wezen slapen... omdat jij wat dichter in de buurt woont van Tilburg dan ik. Yes. En uh, wij hebben geluisterd naar de talentvolle inzendingen... voor de popronde. Wij hebben daar de krent uit de pop geselecteerd. Een deel daarvan komt volgende week naar Utrecht... waar ik woon. Dus ik ga even naar de popronde kijken. Aha. Tegelijkertijd heb je in dezelfde week nog Sleep in de Melkweg. Ah. Dat werd destijds ook alweer aangekondigd. Maar de vorige keer Sleep in Tivoli was geweldig. Op Rober was het ook weer vet. Dus Sleep in de Melkweg, mis het niet. Yes. En ik heb later in de week ook nog in de P60 in Amsterdam 1 Black is Of Silice, dat is Portugese raw black metal. Maar het wordt neergezet als moderne bla raw black metal. Het is raw black metal. Onverstaanbaar, onbegrijpbaar, maar toch cult true, gewaardeerd door heel veel mensen. Dit is echt een hele occulte true booking mm -hmm. van een band die niet vaak boekt of die niet, niet vaak show speelt. Dus uh, zeker een luistertip waard. Waar ga jij heen, uh, Niels? Nou, haha, ik ga uh, naar Japan toe. Dus uh, ik heb over, uh, over een week. Heb Voor ik een concert? Ja, ik ga naar een concert. Ik heb over een week heb ik vakantie en dan ga ik daar een beetje rondtrekken in Japan. Ik ga niet speciaal voor, Japan, voor een concert naar Japan toe natuurlijk. Dat zou een beetje overkill zijn. Al ben je dan wel, dan ben je wel echt hardcore metal liefhebber als je dat zou doen. Maar uh, nee, ik, ik heb vakantie en ik ga Japan ontdekken. En ik ga, tijdens mijn reis ga ik naar een concert in uh, Osaka, meen ik. Anyway, in Japan ga ik naar Full of Hell. En uh, daar heb ik vet veel zin in. Ik heb, uh, ik heb daar een, een, een... Ik heb video's gezien van uh, een, een gast... die doet redelijk veel concertverslagen. Die heet hate Five Six En die is ook naar Japan geweest. En die heeft in de... Nou, de... Niet, niet verslagen, eerder uh, registraties. Ja, registraties inderdaad. Zo moet ik het zeggen. Uh, en hij heeft in, in, in de venue... Waar, waar Full of Hell gaat spelen... heeft hij een aantal... geloof dat hij zelfs een festival heeft opgenomen daar. Met allerlei verschillende bands. Het is een punkhol jongens. Het is zweterig... De, de, ja, het, het zweet druipt van de muren tijdens het spelen. Het is klein, het is vies. Het is een trapje af de kelder in voordat je een podium ziet. Weet je wel, dat idee. En daar komt Full of Hell spelen. Ook een hele ranzige band. En Ik vind het ook wel gaaf dat... De luisteraar in Japan is wat enthousiaster. Er komt niet zo heel vaak iets langs. En als er dan iets langs komt, dan ja. doet iedereen alsof elke band de headliner is. Dat zag je ook bij die live-registratie van Hate56. Ja. Dat ook de wat onbekendere bands kregen een uitbundige reactie. Ja, ja precies. En ja, ja, het, 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 ik, ik heb er op zich niet super veel verwachtingen van. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo van, ja, het zou, het zou gek zijn als mensen niet helemaal lijp gaan tijdens het optreden. En, en ja, nou ja, goed. Daarbuiten, daar, daar dat is dan de hoofdact. Maar er staan, ik geloof, iets van vier of vijf acts op het programma. En, en ook niet de minste. Want er staan ook nog twee bands die ik wel even wil noemen. En dat is uh, Palm. En Palm, ik weet niet. Jij bent er ook wel een beetje bekend mee, toch? Met Palm? Ja, stond er vorig jaar Bloodjet Fest. Dat was een geweldige show. Ja, kijk. Nou, en, en daarnaast ook uh, SOB. Sabotage Organized Barbarian, als ik dit goed zeg. Het dit jaar op Bloodshed ja. Fest, ook geweldig. Dus jij weet, jij weet hoe deze bands gaan zijn live. En, en ja, volgens mij ben jij hier best wel positief over, toch? Ja, ja gewoon uh, heel korrig. Drunk. Ja. Gewoon agressief, side ja. to sides, uh, SOB, dan wat meer de grondleggers van de grindcore... die later wat meer thrashcore zijn gaan maken. Ja. Uh, maar Palm is wat meer in de, in de korige hoek. En dat is gewoon, uh, ja, cirkel, gewoon kettingzaag. Ja. Um, van heel hard, en ik denk dat de Japanners, omdat het ook allebei Japanse band zijn, is dus een hele vette die je hier gaat zien. Ja, ben best wel jaloers. Niet alleen dat je naar Japan op vakantie gaat, maar dat je ook nog inderdaad die shows gaat zien. Dus verwacht bij de volgende keer: als jij meedoet aan Osmium, mm -hmm. niet zo'n uitgebreid verslag als hier bij Soul Crusher, maar toch wil ik er zeker nog heel even weten ja. wat je daar hebt gezien. in dat punkhol, zoals jij dat uh, zojuist beschreven hebt. Yes, ja, ga ik zeker doen. Het tekent helaas wel dat ik een afleveringetje moet missen of twee. Dat moeten we even kijken hoe we dat precies uitpakt. Ja, maar. we gaan uh, consistent zijn met deze podcast. Dus dat jij een leven hebt na zware metalen, betekent niet dat ik een leven na zware metalen. <laughs> dus uh, ik ga, denk ik, gewoon even andere mensen zoeken met wie ik ga babbelen. Ja, zoals juist. ik al zei, er zijn boekers. Al denk ik dat die interviews leuker zijn met z'n drieën. Ik denk dat ik iemand anders uit de redactie ga vragen om uh, een afleveringetje mee op te nemen. Ja, top. Nou, kijk, en daarom, hè, de, om, daarom ben jij hoofdredacteur en ik gewoon een plep-redacteur. Jij bent ja. gewoon een plep. Hebben gewoon een plep? <laughs> maar goed. Anyway, uh, okay. over het. Over Vier weken dan... Uh, ben, ik, ...ben ik ongeveer weer terug... ...en dan kunnen we er eventjes... ...een babbeltje over doen. heeft ...voor nu rest ons nog... ...de shout-outs... Shout ...wat zijn de shout-outs? Ja... Ik heb, er, ...ik heb er... ...nou ik wil ook even... ...een shout-out doen... ...naar onze fotograaf Jurgen... ...die heeft... Ja, ...vette foto's gemaakt... ...en... Het is gewoon een fijne gast. Hij drinkt, goed, hij drinkt ook gewoon bier. Dat is ook wel fijn, toch? Gewoon lekker bier drinken met z'n allen. Yes, bij Zware Metalen heb ik wel eens in de hoofdredactie uh, de quote gehoord... dat alle fotografen gek zijn. Ja. Als alle fotografen gek zijn, dan is Jurgen van Hessen in ieder geval prettig gestoord. Dus uh, hij is uh, een fijne fotograaf om erbij te hebben. Ja, heel, heel erg uh, doortastend. Dus, ja, uh, ja shout-out naar Jurgen. Shout-out naar Jurgen. Oh, ik wil even de, de panterprint schoenen... Van de zanger van 30.000 monkeys en de roze gitaar van de gitarist shout-out. Want ja, hè? Kom op. Dan weet je dat het fucking metal is, hè? Als je Pantherprins schoen aan hebt en een roze gitaar bespeelt. Kom op. Shout-out <laughs> naar hun <hen. laughs> Oké, okay, ik snap hem net. Oké, okay, top. Nou, shoutout naar Japan. Shoutout naar de handelsrelatie van Japan met Nederland. Oh, ja. Shoutout aan Tripticon die we gemist hebben. Ja. Shoutout aan de allerbeste Nederlandse black metal en Thuria. Oh, ja. Shoutout naar Cult of Luna waar we het vandaag niet over hebben gehad, maar in de toekomst zeker wel.